Denk, ik laat hem eerst even zien. Het zal u allemaal wel bekend voorkomen. Het is de sloop van de eerste flat aan de Platanenlijnlaan. Nou, volgens mij is het al 2,5, 3 jaar geleden. En ik ben hier geregeld in de buurt gaan fotograferen, omdat ik wel een beetje wilde volgen hoe mijn oude buurt ging veranderen. Ik kwam er toen dus achter dat een flink deel van deze buurt, van de Plantijnse buurt, waar ik tot mijn 12e heb gewoond, tegen de vlakte gaat voor nieuwbouw. En dat was voor mij het zijn om dit boek, Mond van Vissos, te gaan schrijven. Op de achterklap staat dat ik opgroeide in de jaren 60, dat klopt, met een stotterende vader, in een gereformeerd gezin, en ik woonde in een wederopbouwbuurt, deze buurt. Mijn vader werkte bij de Hoogovens. En overdag voetbalden we heel veel en s'nachts lag ik nog alles wakker omdat vriendjes, dat gebeurde toen veel, onder de auto kwamen en soms dodelijk verongelukten. Ik ga daar niet al. 1959 tot 1970 was het hier in veel opzichten hetzelfde als nu. Dezelfde flats, al zijn er sinds de laatste keer dat ik hier was alweer 2 of 3 tegen de vlakte gegaan. Dus dat was een beetje een verrassing voor me. Maar goed, toch dezelfde flats op die ene in de Platanenlaan en hierachter. En dezelfde eengezinswoningen aan de Meijdenhorststraat. Dezelfde veldjes tussen de flats in, alleen je kunt er niet meer lekker voetballen, want er staan grote bomen. Toen ik hier woonde, schoten de bal vaak per ongeluk op de balkons. Daar kregen we ruzie over met de bewoners. Kwam het tegen de was aan of tegen de net gelapte ramen. We maakten lawaai en hielpen de mannen uit hun slaap die nachtdienst, ochtenddienst of middagdienst hadden gehad bij de Hoogovens. Ik weet niet of dat nu heel anders is, maar de Hoogovens roken nog steeds. En ook al heten ze nu dan anders, de ploegendienst zal ook nog wel bestaan. Misschien voetballen de kinderen niet rond de veldjes, maar ze hebben vast wel andere manieren gevonden om de buurt te verlevendigen. De afgelopen jaren heb ik, toen ik besloot dat ik een boek wilde schrijven over mijn veranderende Beverwijk, vaak rondgelopen hier om herinneringen op te halen. En toen ik dat een aantal maanden had gedaan, viel me op dat er hier ook echt heel veel is veranderd. Er zijn bijvoorbeeld veel minder kinderen dan toen. Het is overdag heel stil. De bomen, ik denk dat het populieren zijn, ik ben niets aan kennen, zijn reusachtig groot geworden. De mengeling van zeelucht en hoogovergeur heeft ze blijkbaar goed gedaan. Verder zijn de rozenbottelstruiken in de plantsoenen vervangen door vlinderbomen en andere struiken. Toch met kinderen of voor kinderogen is dat een belangrijk verschil. De winkels aan de plantage zijn veel chiquer geworden. Vroeger zat hier een speelgoedwinkel, een postagentschap, cash and carry. Dat is een soort Aldi, maar dan nog veel goedkoper. En ik weet nog dat ze daar, dat was toen iets heel nieuws, melk in plastic zakken verkochten. Maar vooral de huizen leken, toen ik zo klein was, veel groter dan nu. Soms voel ik me nu een reus die rondloopt in zijn eigen verleden. Dat komt natuurlijk doordat de tijden zijn veranderd en doordat ik ben veranderd. Ik ben groter en ouder geworden. Nog veel meer valt me op hoe klein de eengezinswoningen in de Meijdenhorststraat waren. De woonkamer was net 6 meter lang. Bijna iedereen heeft nu uitbouwen en ergens. Op de zolders kon alleen een kind rechtop staan. Mijn ouders stoten er dikwijls hun hoofd gemeen hard aan de balken. Nu heeft iedereen kapellen. In de flats wonen soms grote gezinnen. Ik vraag me af hoe dat komt zonder dat iedereen altijd last van elkaar had. En de huizen waren, en dan zijn dat misschien nog wel, heel erg verhoorig. Toen ik journalist werd, ben ik me gaan verdiepen in het soort buurten waar ik ben opgegroeid. Buurten als de Plantagebuurt, buurten waarvan er in heel Nederland vele honderden zijn gebouwd na de oorlog. Ze werden uit de grond gestampt in de naoorlogse jaren, toen er enorme woningnood was in Nederland. Kwantiteit was toen vele malen belangrijker dan kwaliteit. Als de minister van Volkshuisvestingen niet in slaagde elk jaar genoeg huizen te laten bouwen, stuurde de Tweede Kamer me meteen naar huis. Mijn ouders hebben me later wel verteld hoe blij ze waren met het huis aan de Meijdenhorststraat, dat na aftrek van rijkssubsidie ongeveer 7000 euro had gekost. Maar ze vertelden ook dat de huizen tochten. Veel onderuit vroegen, schilderwerk aan de goten en de kozijnen. En toen mijn broertje werd geboren, het derde kind in ons gezin, moest mijn vader een tijd in de schuur slapen omdat de baby het hele huis 's nachts wakker hield. Daardoor kreeg mijn vader slaaptekort en werd hij overspannen. Wel had hij centrale verwarming laten doortrekken naar de schuur, dus koud had hij het in elk geval niet.
3 jaar geleden schreef ik voor de Volkskrant een verhaal over de plantagebuurt. De aanleiding was de sloop van die eerste flat waarvan ik de foto heb laten zien. Ik zag de geblakerde gevel. Ik begreep dat dat geen vandalisme was of een ramp, maar dat de brandweer toen geoefend heeft. Dus dat viel op zich nog een beetje mee. Maar desalniettemin werd ik niet echt vrolijk van die aanblik. Want hoewel ik nooit echt heimwee heb gehad naar deze buurt, is het toch wel de buurt waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. En ik was er onbewust toch meer aan gehecht dan ik wel had vermoed. De sloop van deze flats is nog maar het begin. Pre-wonen gaat in fase behoorlijk wat slopen om een prachtige nieuwbouw van neer te zetten die voldoet aan de eisen van nu en de toekomst. De eerste voorbeelden zijn in het verlengde van mijn Meidoornstraat al te zien. En op bouwtekeningen heb ik waterpartijen gezien die een beetje door de wijk gaan kronkelen. Maar misschien vergis ik me, ik zie niet het grote voetbalveld ingepland dat ik in mijn jeugd wel heb gemist. Ik weet nog heel goed dat als wij de bal weer eens op een balkon hadden getrapt en de flatbewoners de bal kwaad teruggooiden, soms lek gesneden, dat ze nog altijd riepen dat we maar op het zwarte plein moesten gaan ballen. Het was zo simpel waarom we dat niet deden. Als je viel op het asfalt, lagen je knieën en je ellebogen open. En als het geregend had, lagen er grote plassen. Daarom hoop ik dat pre-wonen goed luistert naar de wensen van de bewoners en ook van de kinderen die hierop groeien. Een groot grasveld hoort er, denk ik, gewoon bij. Ik geef uit mijn boek Mond vol kiezels nog een voorbeeld van hoe het soms is om in de buurt te wonen waar je wat bekneld voelt. In die scène regende het, een beetje vergelijkbaar weer met hoe het nu is. Ik verveelde me niet erg en ik hing een beetje in de steeg achter ons huis. En besloot, ik weet eigenlijk niet meer zo goed waarom, maar om met een mes van een stok een staf te gaan snijden. Ik was in ieder geval weer even bezig. Ik maakte mijn kleren behoorlijk vuil en vreesde straf van mijn moeder. Het was namelijk elke dag met jongens van die leeftijd, maar nu was het nog wat erger dan gewoonlijk. Ik moest weg uit de steeg, weg van de natgeregende flats uit de Meidoornstraat, waar de ramen beslagen waren. Ik rende, de stad verstrekt, voor me uit, naar de Winkelbachstraat. De middagploeg boog zich met stroperige tegenzin naar Rijnmuiden. Met petten en lange jassen hadden de fietsers zich beschermd tegen de regen. De mannen op de brommers onder kromgebogen beschutting achter het hardplastic schot op hun stuur. Ook mijn vader was over deze weg gegaan, na de middagpauze. Hij had geen scherm om achter te schuilen. Zijn bril zou wel beslagen zijn geweest. Onder het afdakje van de elektronica-winkel keek ik naar de verkeersstroom. Als ik mijn ogen bijna sloot, zag ik de mannen op het asfalt samenklonteren tot één vloeiende beweging van condens, ijzer, wielen, regenkleding, doorweekte haren. Een rivier die uitmondde bij de poorten van de hoogovens, waar hij vertakte naar de fabriekshallen, de kantoren, de opslagplaatsen. Ooit zou ook ik me laten meevoeren door de rivier, maar nu wacht ik tot ik kon oversteken. Ik staarde naar de overkant, naar de opgangkerk, de kolos van beton en glas van de hervormden. Ik steunde op mijn staf totdat de spanning uit mijn spieren wegvloeide. Ik wist geen reden meer om te bedenken waarom ik naar de overkant zou gaan en langzaam terug naar onze Meidoornstraat. Onderstappen liet ik de staf op de stenen tikken en op een traag ritme leek mijn angst voor straf door het hout weg te vloeien. De tijden zijn enorm veranderd, zei ik al. De opgangkerk is al lang gesloopt. Van Vuren, de elektronica-winkel, die daar wat verderop zat, is al lang weg. En de meeste hoogovenmensen gaan vast niet meer met de brommen naar hun werk. En de ouders zijn ook niet meer zo streng als toen. Maar de hoogovens blijven en de bewolking boven Beverwijk blijft ook vaak. Daar kan zelfs pre-wonen met alle goede bedoelingen niets aan veranderen. Neem niet weg dat pre-wonen hier erg haar best doet de plantagebuurt tot een fijne, eigentijdse buurt te maken. En dat ik de bewoners die nieuwe buurt van harte toewens, ook als dat ten koste gaat van mijn eigen tastbare herinneringen. Daarom geef ik nu met veel plezier het woord aan directeur Victor Verhoeven van pre-wonen, die ik straks een exemplaar van Mond vol kiezels zal overhandigen. Dank je wel. Nee, je krijgt inderdaad snel het woord weer terug. Ik ga eerst even, voordat ik over de plannen ga spreken, zal ik eerst nog even mijn persoonlijke herinnering aan jouw artikel van 3 jaar geleden. Ik dacht dat het op een zaterdag was, maar jij corrigeerde me terecht. Het was inderdaad op een bijlage van door de week.
En ik weet nog dat toen ik die ochtendkrant overstond, dat ik ongelooflijk verbaasd was. Zomaar een stuk in de Volkskrant, een openlijk stuk in de bijlage over de Plantage. En dus ik was al meteen heel nieuwsgierig, want ja, wie schrijft nou in godsnaam over de Plantage? Ja, want je denkt aan zo'n wijk in Beverwijk, en dan weet ik zo'n landelijke ochtendband alle aandacht. En ik vond het terecht alle aandacht. Maar het bleek, toen ik het artikel las, dat jij een hele nauwe verbintenis had met de buurt. Op een hele leuke manier schreef je erover. En nou, ik heb het stuk aan heel veel mensen laten lezen. En ik was dan ook ongelooflijk blij dat toen een hele tijd later opeens het idee van het boek ook kwam. En toen zijn wij natuurlijk daar heel snel ingedoken, contact met elkaar gemaakt. En vandaar dat we ons ook hier staan. Dus ik ben wat dat betreft een trotse directeur. Niet alleen trots vanwege de herstructurering deze wijk, maar vooral ook omdat er dan ook zo'n mooi boek nu over geschreven wordt. Over een verleden wat straks inderdaad niet meer bestaat. En om het nog een beetje persoonlijk te maken, ik herken jou. De beelden die je schetst over zo'n jeugdherinnering, ik heb exact in dezelfde tijd, ik ben ietsje ouder dan jij, maar het scheelt niet veel, heb ik ook zo tussen eind jaren 50 en 1970 heb ik zelf in een typisch 19e-eeuwse arbeidersbuurt in Amsterdam gewoond en groot geworden, de Transvaalbuurt, voor sommige mensen misschien bekend. En wat ik me kan herinneren, net als jij, was dat er zo ongelooflijk veel kinderen op straat speelden. We waren altijd met hele grote groepen op straat, met voetballen of andere spelletjes. En dat beeld is inderdaad wel aan het veranderen. Dat zie je dus niet zo meer terug. En daarom is het ook wel belangrijk dat dat soort herinneringen en beelden toevertrouwd worden aan het papier of digitaal, geloof ik ook zelfs. Zodat dat voor iedereen bewaard blijft. Nou, nog even een paar opmerkingen over waar het ook echt om gaat hier in de Plantage. Ik kijk tegen meerdere van bewoners aan, natuurlijk in deze, die hier direct betrokken bij zijn bij wat er gaat gebeuren in deze wijk. Nou, iedereen heeft kunnen zien dat we nu ook daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. De sloop is begonnen voor wat betreft fase 2. Dat betekent dat ik nog steeds kan zeggen, maar het is altijd weer moeilijk, maar ik kan nog steeds zeggen dat wij de planning, zoals we dat hebben voorgenomen, dat we die nakomen. En we zijn ook daadwerkelijk in het eerste kwartaal van 2013 begonnen met de sloop. En we hopen ook echt in het begin van het eerste kwartaal 2014 aan die bouw van de nieuwe huizen in fase 2 te beginnen. Nou, een belangrijk en goed nieuws is dat het college van de gemeente Beverwijk akkoord is gegaan met onze plannen voor fase 2. Dus dat hebben we alvast meegenomen. Dat betekent ook niet dat antwoord alles is alles in kan en kruiken. Er zal nog wel heel wat overleg met die gemeente moeten plaatsvinden. Maar de eerste stappen, de positieve stappen, zijn wat dat betreft gezet. Belangrijk, daar besluit ik mee. Belangrijk is dat we proberen, naast natuurlijk deze fysieke herstructurering deze wijk, proberen we de leefbaarheid zo goed mogelijk te handhaven. Ik neem jouw opmerking over het creëren van speelmogelijkheden, ook voor de jeugd, serieus. Het is wel zo dat jij had vroeger niet een Johan Cruijff-koord. Dat hebben wij. Dat is er nu wel. Dat is dan toch wel weer een mooi verschil. Maar we zullen daar zeker aan denken. Maar ook juist in deze komende jaren, de komende 3, 6, 8 jaar, dat is een periode waarin we ook bouwen en slopen, alles verandert in de wijk. Juist in die periode is het belangrijk dat bewoners samen met de bewoners ervoor zorgen dat het echt letterlijk leefbaar blijft in deze buurt. En dat is ook de reden waarom we heel veel inzetten en heel veel investeren in allerlei activiteiten om vooral deze buurt schoon, heel en veilig te houden. Er zijn allerlei initiatieven al geweest, die komen nog in de toekomst. We hebben nu ook echt een website voor de veranderingen en alles wat hier gebeurt in de Plantage. Ik denk dat jullie dat allemaal al gehoord hebben. Ik noem hem toch nog even. De website van de Plantage noemt www.denieuwestek. Het is een term die ook al een paar keer is gevallen, de nieuwe stek. www.denieuwestek.nl. En ik raad u allen aan regelmatig op de website te kijken van wat er allemaal hier gebeurt en aan de hand is.
Ik besluit hierbij. Ik geef jou weer het woord terug. En nou, ik hoop, ik zal het nog meemaken. Ik hoop het heel veel plezier te lezen. Alsjeblieft. Ik lees het nog een klein stukje voor. Ik zat op de muziekschool in, aan het Westerhout. Ik weet niet, ik geloof niet dat de muziekschool daar nog zit. Maar in dat statige kasteelachtige gebouw waar nu een soort restaurant in zit, daar had ik trompetles. Even kijken hoor. Dan moet ik zeggen dat ik net zo min als dat ik een groot voetballer ben geworden, ook geen groot trompetist geworden. Maar geprobeerd heb ik het wel. Dat blijkt hopelijk uit het volgende stukje. De afkeurende reacties op mijn inspanningen kwamen van alle kanten. Een achterbuurman riep 's ochtends vanuit het achterraam dat hij stilte wilde na zijn nachtdienst. Speelde ik 's middags, dan was er de kerel verderop die na de ochtenddienst wel eens rust wilde. Toen de kinderloze buurman over zijn betonmuur heen naar mijn moeder riep dat ik moest ophouden met trompetteren omdat zijn vrouw hoofdpijn had, ik ving zijn geklaag op door de kier van het zolderraam, legde ik het instrument in de koffer. Dagenlang raakte ik de trompet niet meer aan, wrokkig. Bij de eerstvolgende muziekles merkte de leraar geen eens dat ik niet had geoefend. Uit niets bleek dat het ontbreken van vooruitgang hem was opgevallen. Weer een stapje gedaan, jongen. Lekker doorspelen. Mondstuk in het midden van je mond. Let op je embouchure. Dat zei hij elke week. Ik wil ermee stoppen, bekende ik aan mijn moeder toen ik in de keuken kwam. De hele wereld zit op me te fit om het lawaai en de meester hoort niet eens of ik wel of niet heb geoefend. Ik kan het niet. Mijn moeder moest lachen om mijn zelfbeklag. Je moet geduld hebben. Oefening baart kunst. Ik kan juist heel goed horen dat je vooruit gaat. De tonen klinken heel krachtig en zuiver. Alleen in de hoogte heb je nog wat moeite. Ik zette door, tot de buurman opnieuw kwam klagen. Ik had de deurbel gehoord en luisterde met ingehouden adem boven aan de trap naar wat hij tegen mijn moeder te zeggen had. Een geeseling voor het oor, noemde hij mijn spel. Daarna oefende ik, beledigd door het genadeloze oordeel, nooit meer het huis. Ik verhuisde naar de schuur waar de muren mijn lage tonen dempten. En hoewel ik in de tuin nog te horen was, bleven klachten voortaan uit. Vlakken werden meegedragen door de wind, die de kinderen in de straat aanleiding gaan tot het maken van schampere opmerkingen. Ik dacht aan Louis Armstrong. Die zou zich vast niet aan die van de buurt hebben aangetrokken. Dank u wel. Aan de directeur Victor Verhoeven. In het vertrouwen dat Prewonen huizen bouwt die minder gehoorig zijn dan die uit mijn jeugdjaren, geef ik dit exemplaar aan jou, Victor. Ik hoop dat de woningbouwers en beheerders van de 21ste eeuw erdoor geïnspireerd zullen worden.